Omdat zij met 10 man komen te staan en zich helemaal gaan ingraven. Veel kansen gecreëerd en gelukkig gaat er dan 1 in. Want op een gegeven moment had ik zo vaak op goal geschoten dat ik dacht van nou, die keeper gaat alles pakken. Maar er ging er gelukkig 1 in en nu staan we lekker met 3 punten. Ja, jullie doen altijd voor de wedstrijd even afronden op de keeper. Volgens mij heb je in de wedstrijd nu vaker geschoten dan in al dat intrainen en misschien op trainingen bij elkaar. Ja, misschien wel ja, maar goed. We staan nu met 3 punten en dan is eentje genoeg en met 1-0 winnen ook. Dus 3 punten mee naar Leeuwarden en op naar maandag tegen de Graafschap. Was dat ook het enige doel wat jullie nu hadden? Gewoon winnen, ongeacht hoe? Gewoon winnen? Nou kijk, je speelt altijd voor de winst en dan maakt het niet uit hoe natuurlijk. Maar goed, we willen natuurlijk altijd met zo'n groot mogelijke uitslag winnen. En dan moet misschien de afronding nog wel wat beter zijn. Om met grotere marges te gaan winnen. En moet ik misschien ook onder andere nog scherper gaan schieten en daarmee aan de slag gaan. En, maar goed, ik weet dat ik dat in me heb. Dus als ik die kansen krijg de volgende keer, dan schiet ze er gewoon in. Zo'n goal die je dan nu maakt, een soort bevrijding van ook weer om het vertrouwen te geven van de volgende gaat er ook in? Ja. Dat weet ik pas bij de volgende wedstrijd natuurlijk. En kijk, je moet natuurlijk maandag gewoon van de Graafschap binnen. En anders dan heeft deze 3 punten hebben we anders niks uitgemaakt. Je moet gewoon zorgen dat je nu een goede lijn doortrekt en vertrouwen houdt. En dan komen wij gewoon in de top te spelen. Ja, nou even over jezelf. Je hebt nu 2 doelpunten gemaakt voor Cambuur. De ene bleek uiteindelijk iets minder belangrijk misschien dan die je vandaag maakt. Heb je daarin doelen voor jezelf gesteld dit seizoen qua doelpunten of prestaties? Nou, nee, ik ben niet echt van dat ik zeg van ik ga dit seizoen zoveel doelpunten scoren. Natuurlijk probeer ik er zoveel mogelijk in te schieten dit seizoen. Maar ik heb niet een doel voor mezelf. Ja, ik ga er zoveel in schieten dit seizoen. Want dan ga ik mezelf een bepaalde druk opleggen die misschien juist averechts werkt. Ja, nou hebben jullie enorm veel kans gecreëerd. Je krijgt er ook best wel een aantal tegen Dordrecht dat toch het ook wel slim aanpakte. Blij dan dat de verdediging het nu ook dicht weet te houden als in dat je niks tegen krijgt? Nou, ik vond dat zij niet zo heel veel kansen creëerden. Ze waren alleen gevaarlijk uit een ingooi dan en uit een corner. Maar voor de rest hebben zij niet echt een uitgespeelde aanval gehad volgens mij. Dat zij ons wegtikken en dan een schot hebben of een voorzet die ze gevaarlijk kunnen inkoppen. Dus wij moeten gewoon bij standaard situaties nog wat beter gaan staan. En dan krijgen we zelfs niet eens kansen tegen. Goed, dan nog even over jezelf. Het is nog geen 1 september. Speel jij hierna 1 september ook nog gewoon in Leeuwarden? Dat weet ik niet. Dat hangt er vanaf. Wat wil je zelf? Gewoon voor mezelf, ik ben nu alleen maar bezig met Cambuur. Ik heb geen interesse, ook niet gehoord. Dus zover ik weet, blijf ik gewoon lekker bij Cambuur voetballen, ook nog na 1 september. Maar goed, als er iets leuks komt, dan ik wil het hoogst mogelijk uit mezelf halen. Dus ja, dus dat ook. Maar maandag sta je gewoon aan de aftrap tegen de Graafschap? Zelfs daar, ja. Nou, tot nu toe nog wel. Maar dat is net wat ik net zeg, ik heb nog niks gehoord. Oké, nou heel veel succes maandag. Dankjewel.